Pane, dobrý Bože, který miluje život, děkujeme ti za našeho prezidenta Václava Havla. Děkujeme ti za jeho naději, víru v pravdu a lásku, odvahu chránit nejhlubší lidské hodnoty. Děkujeme ti za radost přátelství, kterou nám mnohým dával za kusy. Děkujeme ti za všechno, co udělal pro naši zemi, kulturu a divadlo, ale i mír ve světě. Děkujeme ti za jeho úsilí, pevnost i radost ze života. Děkujeme ti, že jsi nám také skrze něj daroval možnost vybudovat svobodnou zemi. Bože, děkujeme ti za dar jeho života. Otče milosrdenství, Bože, veškeré útěchy, slédni na naši bolest a na náš smutek a vlej nám naději, že ty máš moc vysvobodit se smrti a dovést do království světla a života. Skrze Krista, našeho Pána, který s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, ať odpočívá v pokoji.
Václav Havel. Afgelopen twee uur, na twee uur, vanuit de Sint-Vitus-kathedraal in Praag. Kees Merks heeft me gekeken, oud-universitair docent Tsjechisch, gewonnen aan de UvA, vertaler ook van het toneelwerk van Havel. Hij wordt nu de kathedraal uitgedragen. Kees, waar gaat hij naartoe eigenlijk? In eerste instantie gaat hij door een andere uitgang naar buiten. De zogenaamde Gouden Poort, een soort hemelpoort. Met een prachtige mozaïek zit met bijbelse tatoeëringen. En daar is eigenlijk dus de officiële uitvaart afgelopen. En zal het voortgezet worden met een uitvaart in besloten kring in Strasnitz, waar het crematorium is en waar hij verast zal worden. Ja, en is duidelijk waar de urn naartoe gaat worden bijgezet? Want dit is zo groot geweest. Maar waar het zal gebeuren, weet ik ook niet. Nee. Het zal er wel over gestreden worden. Ja? Ik moet het wel. Ja. Want je hebt veel mensen gehoord, hè, de afgelopen twee uur zitten een paar hele mooie toespraken natuurlijk ook tussen. Ja. Ook mensen van wie je denkt, van dat zijn geen vrienden van ons geweest, maar ja, op een uitvaart, dat is echt een aardige ding. Ja, ja. Mag ik ook ingaan? Ja, maar het is ook toch wel het ergste wat Waterhof Klaus zei. Dat hij eigenlijk vond dat in de afgelopen 5 dagen alles gezegd was, dat hij niets meer had toe te voegen. Dat vind ik wel heel pijnlijk.